Ja, hier is Vissie weer. En ik ben hier met Jeffrey, inderdaad. Yes! Yes, yes. Welkom bij deze commentary. Want we doen een keer commentary. Op de achtergrond zien jullie trouwens Call of Duty gameplay. Ik weet niet wat, maar jullie genieten maar lekker van. En luister lekker naar onze zwoele stem. Ja, toch? Ja. Onze prachtige radiostem. Nee, ja. Ik heb eigenlijk echt geen goede stem voor dit soort shit, maar... Nee, ik ook denk ik niet, toch? Dat probeer ik altijd maar gewoon te compenseren met al mijn gescheld en geklaag en zo. Dus dat kan in deze video ook denk ik heel mooi, aangezien deze over een heel mooi onderwerp gaat. Ja. Want we gaan het vandaag hebben over, kanker. Ja, toch? Eigenlijk in allerlei vormen, toch? Schelden daarmee. Mm-hmm. Want je was in King Alert gekomen trouwens. Ja, ik ga nu gewoon open zeggen, want sorry nogmaals voor de mensen die er niet tegen kunnen, dan moet je dit niet kijken. Gewoon zo simpel is het eigenlijk. Gewoon een disclaimer, deze video gaat gewoon over kanker, deze video is offensive, we gaan het hebben over de discussie erover dus. Precies, dus en jij had... Wees gewaarschuwd. Je ging dus kankeren op Twitter, zou ik het zo zeggen. Ja, ik gebruik het woord kanker inderdaad op Twitter. Nou. Ja, en je werd meteen aangevallen van... ja, toch? Ja, nou viel op zich nog wel mee eigenlijk. Ik krijg altijd wel van dezelfde standaard mensen altijd dat soort reacties als ik dat zeg en zo. Maar ja, goed. Op zich viel het wel mee. Het was niet dat iedereen heel boos was door het woord kanker of zo. Het was meer omdat ik... wat ik ermee aan het vertellen was. Dat ging over feminisme en zo. Daar was iedereen meer boos over dan het woord kanker zelf. Voor mijn gevoel dus. Ja, maar meer over denk ik dan hele tweet wat jij erin... hoe ging je tweet ook alweer? Jij weet het precies. Nou, ik had getweet, ik had een soort van woordspelingetje van gemaakt. Ik had een soort van woordbelegging. Ik had gezegd van, wat is dat weer? Feminisme is kanker, Rosanne Hertzberger is de tumor. Het NRC en de Volkskrant zijn de uitzaaiing. En hun chemokuur is de concurrentie kaalplukken. Dat was een tweet naar aanleiding van het hele geen stijl advertiser boycott gedoe en zo, weet je wel. Ja. Ik moet je eerlijk zeggen, als je het zo zegt, dan klinkt het ook wel een best wel behoorlijk grof, toch? Nou, het is ook een grove tweet, daarom heb ik ook die woorden gebruikt. Het is ook heel grof bedoeld. Het is niet van, oh shit, wat heb ik nou gezegd? Nee, ik heb er goed over nagedacht. Ik sta er 100% achter en dat is gewoon wat ik vind. Ja. Nou, dus hij was ook grof bedoeld en ja, dan worden de mensen boos. Was dat mijn bedoeling? Oh ja, fucking zeker. Oké. Okay. Ja, ben ik heel eerlijk in, natuurlijk. Ja, maar nou. je bent best wel een grof persoon, toch? Uiteindelijk, altijd, toch? Ja, ik heb niet echt vaak een echt blad voor de mond of zo, nee. Nee, maar dat waardeer ik ook heel erg in je, dat weet je. Oh, dit is, ja, weet dit is dit, ik moet eigenlijk zo'n zemelmuziekje erachter zetten, toch? Maar, ik heb al grenzen en zo, tuurlijk heb ik grenzen. Maar je ziet mij voor de rest eigenlijk bijna nooit schelden met kanker. Echt in ieder geval nutteloos. Ja, ja. Ik zeg nooit van, oh, het is echt kanker weer, het is kanker lekker weer. Dat hoor je me aan, dat zie je me allemaal nooit zeggen. Nee. Maar nee. Daarom zei ik zei ook niet kankerfeminisme. Nee, ik zei feminisme is kanker. Het is een vorm van beeldspraak, weet je, zo was ik aan het doen. Ik zei niet van kanker dit of zo. Nee, het was gewoon is kanker. Dus ik vergelijk het ermee, maar ik gebruik de kanker niet als bijvoeglijk naamwoord of zo. Ja, nou, want ik moet jullie zeggen, ik in mijn video's gebruik nooit kanker. Behalve deze video dan. Maar ik moet je eerlijk zeggen, als ik game, dan gaat het, Dan vloept het er ook wel eens uit, inderdaad. Nou ja, wel eens kan ik wel zeggen dat het wel vaak. Ja, nee, maar dat heb ik ook met bepaalde dingen. Als ik met mijn vrienden loop te chillen, dan zeg ik het ook heel vaak. In het openbaar soms zo min mogelijk, weet je. Maar, eerlijk, toch? Het is een lekker woord om te zeggen. Het klinkt gewoon lekker. Gewoon kanker. Gewoon. Ja, kanker. Het is echt gewoon... Het klinkt toch, veel beter dan tering en zo klinkt ook wel lekker. Pest ook. Ebola vind ik ook zo'n heerlijk woord. AIDS. Maar het klinkt, ja, AIDS ook. Maar het klinkt veel lekker dan hoofdpijn of buikpijn of... Oh, het is echt griep weer. Nee, het klinkt niet. Stom. Weet je? Nee, maar ik heb het... Weet je, meestal de scheldwoorden... Tenminste, in Nederland in ieder geval. Scheldwoorden zijn altijd ziektes. Eigenlijk wel. Toch? Want in Amerika... Zeg je iets typisch Nederlands inderdaad. Ja, in Amerika zeg je fuck you. Ja, neukje. Ja. Ja, je zegt daar niet fuck your cancer mother of zo. Maar daar hoor je wel heel vaak mensen zeggen, dit en dit en dit is total cancer. Een hele bekende uitspraak is ook gewoon in het Amerikaans antifeministisch YouTube, waar ik ook gewoon een beetje bij zit, weet je wel. Daar wordt heel vaak gezegd ook, feminisme is cancer. Daar is het heel normaal, daar breekt helemaal niemands hoofd erover. Ja. Omdat het woord kanker daar niet, of cancer daar geen gevoelig onderwerp is. Maar in Nederland zijn we helemaal over de rooi met dat soort shit, omdat wij er in Nederland ook mee schelden. Ja. Dus dat is echt iets typisch Nederlands inderdaad. Maar hoe zou dat dan komen, joh? Dat wij er mee schelden of dat het een probleem is? Nee, dat het een probleem... Ja, eigenlijk beide. Ja. Beide, ja.
Ja, het is eigenlijk een probleem omdat wij ermee schelden. En wat het probleem is, gaan de mensen weer mee schelden. Juist om lekker even edgy te doen, weet je. Want je weet dat het niet mag en dan gaat het juist doen. Maar wat ik heb eigenlijk geen idee. Sorry, wat is edgy? Edgy. Edgy is zeg maar expres net even over die grens zijn. Zo erg mogelijk zijn, weet je. Heel vaak van die... Een beetje expres... bewust overdreven offensive zijn. Puur om gewoon te laten zien van, oh kijk hoe cool om op te vallen. Dat, dat is edgy, weet je wel. Ja, dat is edgy. Gewoon om eigenlijk een beetje stoer doen door offensive te zijn. Sorry dat jongens, ik wist het echt niet. Nee, maar... Zoals PewDiePie en zo, weet je wel. Al zijn content, weet je, dat die nazi-grapjes, maar dat soort shit, dat is gewoon, dat noemen ze edgy. Okay. Heb je gewoon even net over die grens. Eigenlijk dat het eigenlijk niet kan. Ja, dat eigenlijk niet kan, maar weet je, iedereen weet het. En dat je dan eigenlijk alsnog doet, puur omdat je weet dat het juist niet kan. En als je dan toch doet, dan is het eigenlijk van, oh, fuck you, doe het lekker toch. Dat is edgy zijn. Ja, want ik eerlijk, als ik soms content zou maken, ik zou lekker gewoon met kanker kunnen schelden. Dan voor mijn gevoel... is het veel betere content. Ja, is het stom als ik dat zeg? Ja. Is dat echt... Nee, maar dat is logisch, omdat je nou ook geen rem op jezelf hebt. Je hoeft geen rekening te houden, je hoeft jezelf niet in te houden. Ja, want daarom... Ja, ik heb het ook wel eens dat ik echt loop te kanker in mijn video's en zo, weet je. En dan moet ik heel vaak dingetjes eruit knippen. Want ik ben eigenlijk iemand die gewoon zijn video's eigenlijk gewoon in één keer wil maken. Helemaal achter elkaar. Maar als ik dat doe, als ik 9 minuten achter elkaar ga lullen, dan wordt het veel te beledigend en veel te erg en zo. Dus ik moet elke keer knippen om die scheldwoorden eruit te halen en zo. Dat vind ik soms wel jammer, maar ja, het kan ook. Oh, dat zijn dus bij jou, en je bij exposed, hè? Dat zijn bij jou dus die knipjes allemaal. Dat zijn mijn knipjes. Oh, ik dacht je wou gewoon YouTubers nadoen met knippen, maar... Nee, ik ben afgelopen. Ja, nee, kijk, soms vergeet ik ook wel eens mijn tekst of zo, weet je. Maar kijk, als ik gewoon spontaan een video zou maken, dan komen ze er heel anders uit, weet je. Dan worden ze veel, veel agressiever en zo. Dat vind ik eigenlijk leuk, maar ik weet dat mensen dan weer boos worden en dat ik dan mijn doel zeg maar niet bereik, wat ik probeer te doen op YouTube, weet je. Dus ik moet me er een beetje aanpassen. Ja. Ik weet je, het is, ik neem het natuurlijk op en een scheldje. Kijk, dan ga je dood. Hè? Call of Duty, ik weet niet of je Call of Duty gespeeld hebt, maar in ieder geval. Je kan geïrriteerd worden om een spelletje. Ik ken het, jongen. Ja, toch? En dan vloept het woord wel eens uit. En dan denk ik, oh kut, weet je, knip. Ja, toch, meteen, hup, delete, hup, meteen. Want ik, hè, voor de kijkers ook, als ik een video opneem, ik zorg erin voor dat het K-woord er nooit in zit, kanker. Dus, het is meteen bij mij delete en ik begin opnieuw eigenlijk. Maar het vloept er wel eens uit, ja. Het is gewoon even dat je denkt van... Tuurlijk. Weet je, in plaats van even tegen je controller smijten... Ja, dan is het even lekker schelden inderdaad. Ja, even lekker schelden. Maar het lucht ook gewoon op. Het is gewoon heerlijk om het ook af en toe even te zeggen, weet je. Alleen, wat ik bijvoorbeeld niet zou doen... Stel, ik zou bijvoorbeeld ruzie met een of andere iemand op straat krijgen die ik niet ken of zo. Dat het eigenlijk helemaal nergens over gaat, dat die bijvoorbeeld voordringt. En ik zou daar een discussie mee aangaan bijvoorbeeld. En dat wordt wel schelden. Ja. Dan zou ik alsnog nooit het woord kanker gebruiken. Zo ben ik dan niet. Dan kan ik mezelf wel inhouden. Dan gebruik ik gewoon iets anders. Weet je? Dan zeg ik nooit echt van... Hou je bek kanker bij. Dat doe ik nooit. Ja. Weet je? Omdat er altijd mensen zijn die daardoor helemaal offended raken. En dan wordt het alleen maar nog erger of zo. Maar wat het probleem is dat je... Ik probeer er altijd rekening mee te houden van oké, er zijn mensen die het woord kanker erg vinden. Ik vind het zelf heel erg overdreven, gevoelige bullshit die iedereen zo over loopt te zeiken. Ja. Ik zeg niet dat iedereen maar met kanker moet gaan zelden op televisie en zo, dat totaal niet. Nee. Maar er zijn mensen die het echt heel erg overdreven over doen, weet je wel. Dan, laatst was het ook nog, er was iemand die zei iets heel ergs. Het was echt een heel verhaal, weet je wel. Ja. Er zaten echt 20 erge dingen in. Er was racistische shit en dit en dit en dit. Echt gewoon alles eraan was kut. En dan zei hij ook 2 keer het woord kanker erin. Dan zag ik allemaal mensen boos worden van... niet kanker gebruiken, dit en dit en dit. Dan denk ik, jongens, jullie zijn nu gewoon echt aan het zoeken naar het woord kanker... terwijl jij ook al die andere shit hebt kunnen pakken. Mensen zijn er echt naar aan het zoeken, weet je. Ja, racistische opmerking over donkere mensen. Ja, maar precies, dat stond er allemaal in en zo. Maar dan waren ze alsnog boos omdat het woord kanker erin stond, weet je wel. Dat soort shit. Ik zal het gewoon zeggen, er stond kankerneger. Dat stond er, ja. En waardoor ze boos om? Omdat er kanker staat. Nee, je moet boos worden, want hij zegt kanker neger. Ja, dat is het erge daaraan. Het woordje kanker maakt niet uit. Ja. Het is net zo erg als die tering neger. Zeg. Maar mensen waren dan helemaal aan het zoeken naar kanker. Ik vond het zo'n mooi voorbeeld van... jullie missen het hele punt af en toe, weet je wel. Ja. Maar, het probleem is natuurlijk ook gewoon kanker. Dat, ja, iedereen, hè? Voor de kijkers, ongetwijfeld zou je een familielid hebben... die daarmee te maken heeft gehad, toch? Met iedereen. Ik denk dat iedereen wel iemand kent. Ik denk dat jij ook wel familielid iemand... Heb jij iemand? Ik heb mijn opa daardoor nooit gekend door kanker. Die is dan overleden. Ja. Net voordat ik geboren werd. Mijn oma die heeft het laatst gehad. Die is er nu weer van hersteld. Die is weer helemaal schoon nu. Die had baarmoederkanker. Dus ja, in mijn omgeving is het ook bekend. En ik ken meerdere mensen die het hebben gehad en zo, weet je. Die zijn overleden. En...
Ik zeg eerlijk, in die tijd, vooral toen mijn oma kanker had, toen ik het hoorde, ben ik het wel een stuk minder gaan gebruiken. Toen merkte ik ook dat elke keer als ik het woord kanker zag, bijvoorbeeld, dan ik werd niet triggerd of zo, maar dan moest ik meteen weer even daaraan denken, weet je wel. En ja, ik vond het vooral, ik snap het ook wel, wat me vooral in die tijd een beetje hekelde. Maar bijvoorbeeld al die mensen die de hele tijd op Twitter praten, die het constant gebruiken op zo'n kut manier, zeg maar. Met alles, het is kanker lekker weer, ik ga zo meteen echt lekker kanker dit doen, ik ga even lekker kanker lang gamen. Daar irriteerde ik me toen helemaal kapot aan, weet je wel. Dan hoeft het niet. Dan gebruik je het woord gewoon puur om cool mee te doen. Van, oh, kijk hoe vaak ik kanker kan zeggen. Gewoon als bijvoeglijk naamwoord, ja. Ja, maar dan is het gewoon nep. Dan vind ik het gewoon stom, weet je. Op die manier probeer ik het ook eigenlijk nooit te gebruiken, weet je. Dat vind ik nutteloos. Ja. Maar ik gebruikte het woord kanker toen in die tweet van feminisme is kanker. Ja. Om even aan te geven van hoe erg ik iets vind, niet om cool te doen. Ik zei niet kankerfeminisme of zo. Nee, dat is een heel ander woord gekozen. Maar ik wilde echt even duidelijk maken van hoe groot mijn probleem met het hele gedoe is. Ja. Daardoor gebruikte ik het woord kanker. Juist omdat ik vind en ik weet hoe erg kanker is. Als ik zeg feminisme is kanker, of als ik iets zeg van dat iets kanker is, dan besef ik me 100% en juist hoe erg kanker is. Want ik gebruik die vergelijking, snap je? Dat is iets anders dan hou je kankerbek zeggen of zo. Ja, maar jij wil echt de nadruk op iets leggen? Ik gebruikte het woord kanker om de nadruk te leggen op hoe erg het is, omdat kanker heel erg is. Ja. Snap je? Dat was mijn beredenering erin. Ja, want kanker is natuurlijk erg, voor de duidelijkheid van alle kijkers. Ja, natuurlijk. Dus ik probeerde daar helemaal niet de ziekte mee te bagatelliseren of zo. Dat totaal niet, weet je. Nee, ik heb zelf ook, mijn oma is 1,5 jaar geleden overleden aan kanker. Aan maagkanker, slokdarmkanker. Oké. Okay. En ze hebben al een keer eierstokkanker had ze gehad en baarmoederhalskanker en weet ik veel allemaal, dat soort dingen. En mijn moeder trouwens heeft op het gezicht een plekje met kanker gehad. Oh. Dus het is allemaal wel, het is gewoon wel eng, weet je. Het is gewoon, ik denk dat voor de kijkers ook, gewoon, het komt heel dichtbij gewoon. Hè? Iedereen, nogmaals, iedereen weet wel iemand die dat meegemaakt heeft. En dat is, ja, het is niet goed te praten. Context, hè? Nee, ik vind de context ook heel erg belangrijk, snap je? Als je zegt van, jij bent een kankerlijer, dan is dat veel erger als, het is kanker weer. Bij wijze van spreken, ja toch? Ja, nee, dat klopt. Dat vind ik ook wel inderdaad. Ja. Nogmaals, ik vind het erop dat er wel een verschil zit tussen wat je zegt, het gaat vooral om de context. Want het woord kanker, dat kom je overal tegen natuurlijk, de hele tijd. Je hebt ook de kankerbestrijding. Je hebt ook het woord kankerpatiënt en kankeronderzoek. Is het dan erg? Nee, want context. Ja. Dus je moet altijd naar de context kijken. En ik vind dat hoe ik het toen gebruikte, ik vind dat de context daar heel anders is dan van, hey, Snapking, hou je kankerbek met je kankervideo's en je kankervriendin is lelijk en Famke is kankerdom en jullie maken allemaal kutvideo's en jullie zijn allemaal steeds je kankeroplichters. Dat is dus heel anders, want dan gebruik ik het woord als bijvoeglijk naamwoord. Ja. Dat vind ik anders, snap je? Ja, dat is een lekker zinnetje trouwens. Nee, maar die heb ik ingestudeerd hoor. Ja, nee, maar ik zie wel eens dat langskomen inderdaad op Twitter, denk ik. Maar ik weet je. Ik denk dat iedereen moet voor zichzelf bedenken wat je wil zeggen eigenlijk. En kijk, Paul, en eerlijk, Paul heeft hartstikke gelijk erin. Paul vertelt dat ook in King Lurt, hè, van ja, je mag het niet zeggen en zo, voorbeeldfunctie en zo, dat soort dingen. En ik snap dat ook wel, dat ook wel. Maar ja, aan de andere kant, ja. Nou, kijk, ik snap wel dat hij dat bedoelt, maar ik vind niet dat ik een voorbeeldfunctie heb. Ik bedoel, als dan dit mijn voorbeeldfunctie zogenaamd in het geding brengt, omdat ik dat heb gezegd, dan heeft volgens mij helemaal niemand mijn tweets gelezen, want ik doe dit soort shit al de hele tijd. Ja, dit is gewoon mijn personage, snap je dus? Ja. Maar ik bedoel, zodra je alleen al mijn biografie ziet, dan weet je al van, oké, dat is geen iemand waar ik een goed voorbeeld aan moet nemen als ik de perfecte persoon wil zijn of zo. Weet je, dan doe je dat niet. Maar als bijvoorbeeld een of andere, stel Chantal Jansen of zo, of weet ik veel, iemand van wie iedereen een goed, deugdelijk beeld heeft. Ja, precies. Ja. En die gebruikt het dan. Dan is het anders, want dan gaat iedereen denken van dat het woord kanker dan in één keer ook normaal is om te gebruiken. En wat ik deed, het is ook verkeerd. Ik moet het ook eigenlijk niet doen. Want het maakt mensen boos, maar dat is precies wat ik wilde. Ja. Snap je? Dus, Je wil juist mensen triggeren van kijk deze tweet. Eigenlijk toch? Ja. Het was echt om even mijn punt te maken. Want voor de rest gebruik ik het woord eigenlijk bijna nooit op Twitter. Ja. Dus als ik het wel gebruik, dan ben ik ook echt gewoon pissig ook. Ja. Dus, dat ben je wel vaak hoor. Ja, maar toen was ik ook echt pissig. Ja, gewoon. Ik was echt even helemaal klaar. Weet je? Nou, dan gebruik ik dat en dan worden de mensen boos. Ja, so what? Nou, dan ben je boos. En dan?
Ja. Weet je, dat vind ik ook zoiets. Ik bedoel, kijk, ik vind het prima dat mensen het erg vinden als mensen het woord kanker gebruiken. Dat vind ik ook, weet je, moet je ook echt niet doen, maar... Je kan niet van alles iedereen verwachten dat iedereen zich aanpast aan jouw taalgebruik. Iedereen maar de scheldwoorden gebruikt die wel of niet mogen. Want dan wil ik van jou horen van waarom mogen bepaalde scheldwoorden dan wel en andere niet. Waarom mag volgens jou dan tering wel en kanker niet? Terwijl er aan tering nog steeds meer mensen zijn dood gegaan dan aan kanker. Er gaan nu de laatste paar jaren meer mensen dood aan kanker dan aan tering. Maar aan tering zijn over het algemeen, sinds de geschiedenis van de mensheid, veel meer mensen doodgaan dan aan kanker. Tering is namelijk tuberculose. Dus is het dan erg omdat heel veel mensen aan dood gaan? Nee, want aan griep gaan ook heel veel mensen dood. De meeste oude mensen en zo die sterven, gaan bijvoorbeeld dood omdat ze een heel simpel iets krijgen als griep en helemaal geen weerstand meer hebben. Dus, maar griep mag je wel gebruiken als scheldwoord. Als ik tegen jou zeg, hou je griep bek, wordt er niemand boos. Ja. Dus komt het omdat de mensen aan dood gaan? Nee, het komt door de lading die mensen zelf aan het woord geven. Maar ik ben eerlijk, als jij zegt tegen mij, moet je griepbek houden, dan kijk ik echt aan van wat zeg jij nou weer voor woord? Precies. Dat zou ik echt dan... Omdat jij voor jezelf geen lading, en als maatschappij, omdat we geen negatieve lading hebben gegeven aan het woord griep, maar bijvoorbeeld wel aan kanker. Ja. Snap je? Dus als dat zo is, dan betekent dat dus die lading en het woord, dus eigenlijk die betekenis, gewoon subjectief is. Dus dan kan iedereen eigenlijk ook gewoon voor zichzelf bepalen van, yo, Als ik boos word omdat iemand anders het woord kanker gebruikt, ben ik eigenlijk zelf het probleem, want ik maak me er zelf boos over. Dus dan kan ik het ook gewoon lekker niet doen. Ja. Zo simpel is het. Ja. Weet je, ik zeg niet dat iedereen nu in één keer met kanker moet gaan schelden, maar iedereen mag best wel eens even ophouden met dat... Gewoon eigenlijk overdreven reacties van... Ja, het is ook heel vaak puur om even te laten zien van, oh, ik ga even kijken, ik ga even reageren op iemand die het woord kanker gebruikt en dan ga ik even laten zien hoe goed ik ben door daar even iets van te vinden. Ja. So what? Weet je? Ja. Nou, weet je, het blijft hoe dan ook. Kijk, ik snap het hè, voor de kijkers. Ik snap best wel dat je dat natuurlijk misschien hard aankomt. Maar ik denk dat wij als YouTubers zijnde... Je hoeft niet het slechtste te verwachten, toch? Daarover, als wij het een keertje floepen. Ja, toch? Ja, kijk, ik bedoel... ik denk dat iedereen eigenlijk ook donders goed wel weet dat YouTubers in hun filmpjes heel anders zijn dan in het echt. Ik bedoel... Iedereen doet dingen die je niet in filmpjes ziet. Of jij zegt zelf ook, ik gebruik ook het woord kanker in mijn privéleven, niet op YouTube. Dus iedereen weet wel dat er altijd meer zit dan achter die filmpjes. Dat weet iedereen. Ik denk ook dat heel veel mensen... Het is nu echt geen schok voor alle kijkers dat ze nu het woord kanker horen of zo. Iedereen weet het al lang. Ja. Het gaat alleen even om dat iedereen even snapt, oké, van als je kermis scheldt, wat kan het bij mensen doen en waarom doet het iets bij mensen? Weet je, dat is eigenlijk het meest belangrijke. Het is niet dat wij nu al 20 minuten lang het woord kanker helemaal geweldig vinden of zo. Dat we nu zeggen dat de ziekte helemaal geweldig is. Want dat is het niet. Nee. Weet je, dat weet iedereen. Iedereen die het nu kijkt, die ziet het ook gewoon in. Dat we het echt wel snappen. Maar alleen, naar mijn mening is iedereen eventjes net even iets te overgevoelig van bepaalde shit. Ja. Ja. Ik hoef daar niet aan toe te voegen eigenlijk meer, denk ik. Ja toch? Ja, het klopt wel. Ja, het is niet leuk. Je moet een beetje oppassen. Het is een vreselijke ziekte en dat weet iedereen. En als ik het woord kanker gebruik, wil ik daarmee echt niet zeggen dat wanneer iemand is doodgaan aan kanker, dat dan minder erg is. Nee, ik probeer eigenlijk juist te zeggen dat het kanker heel erg is. Ja. Daarom gebruiken mensen het als scheldwoord, om juist te zeggen hoe erg iets is. Nou, en ik heb ook een beetje het idee dat wel ook hypocriet mensen hypocriet zijn. Want dan zeggen ze van, nee, je bent niet meer kanker schelden. En dan... meegemaakt. En dan, privéleven is het alleen maar, is het gewoon woorden aan elkaar rijgen. Ja. Ja, toch? Top. En dan denk ik van, oh, wat is nou eigenlijk het echte probleem? Het feit dat je scheldt of dat je iemand beledigt, of welke woorden je gebruikt? Belangrijk, het erg is dat je iemand beledigt of dat je scheldt. Dat is erger dan welke woorden je gebruikt. Alleen... Het wordt pas erg omdat die woorden een bepaalde lading hebben. Ja. En iedereen weet dat eigenlijk, alleen niet iedereen wil ernaar handelen. Ja. Weet je, mensen willen ook gewoon graag boos zijn en ergens overal iets van vinden. En, dat is prima. Ik wil het allemaal horen, dat mag je allemaal van mij wel zeggen. Maar verwacht niet dat ik mijn taalgebruik of mijn scheldwoorden ga aanpassen omdat jij het zogenaamd erg vindt. Ja. Weet je, dat is wat ik altijd, hoe ik in het leven sta op dat gebied. Nou, ja. als laatste toevoegen eigenlijk wil ik wel dat ik wel vind, als iemand met kanker scheldt, zal ik hem nooit aanspreken, maar iemand kanker wensen. Nee, dat zou ik ook. Dat is eigenlijk echt voor mij not done, zeg maar. Ja. Ik denk dat we erover uit zijn, toch, Jeffrey?
Ja. Ja, toch? Denk ik wel. Oké. Okay. Vind je het nou leuk trouwens om zulke onderwerpen met Jeffrey vaker te zien? Laat het even achter in de comments. Nee, dat vindt iedereen verschrikkelijk. Mensen denken, oh, Jeffrey, Jeffrey. Oh ja, en hij is ook goed bezig met zijn kanaal, dus kijk even op zijn kanaal en jongens, ja. Later. Bye. Bye.